Goh, we zijn alweer op een bijzondere plek in het oosten van het land. Maar dit is wel een hele bijzondere plek. Dit is de plek waar Katelijn woont met Bob en Lely en Kwispel en Apie. En er is nog een kat, geloof ik. Theo. En wie is Katelijn? Nou, Katelijn Radstaken. Fijn dat je ons wilde ontvangen. Leuk. Nou, leuk om je hier te ontvangen. Katelijn is de oprichter van Eetbaar Paradijs, eetbaarparadijs.nl. Ga vooral kijken. En dat is de aanleiding waarom ik hier zit. Want ja, hoe kom jij nou bij een Eetbaar Paradijs, dat hele plan met academie enzovoort? Misschien is dat wel een heel lang verhaal, maar begin maar ergens. Nou ja, uiteindelijk is het Eetbaar Paradijs is een vorm. Hè? Het is een online academie om je tuin meer eetbaar te maken. En uiteindelijk komt dat omdat ik zelf in mijn eigen Eetbaar Paradijs woon. En ik merkte dat er zoveel vragen over kwamen de hele tijd. Hoe ik dit doe, hoe ik dat doe. Toen dacht ik van nou, laat ik daar filmpjes over gaan maken. He, tijdens de coronatijd ging iedereen online ineens dingen doen. En ik merkte dat de informatie die ik te delen had over mijn eetbare tuin, dat die heel erg veel gevraagd werd. En daar heb ik, ben ik mee aan de slag gegaan eigenlijk. En inmiddels heb ik dus een online academie met, nou ja, ik zat er net aan te denken, misschien wel 200 uur aan filmpjes om zoveel mogelijk te delen over de dingen die ik weet hoe je een eetbaar paradijs creëert. Ja. Hoe doe je dat? Want iedereen die een tuin heeft doet dat op zijn eigen manier. Sommige mensen gaan vooral plantjes halen bij de intratuin en zetten dat in de grond en vinden dan dat ze tuinieren. Zo werkt het niet. Hè? Hoe werkt het voor wel? Voor sommige mensen werkt dat op die manier ook zo. Oh, ja. Ik heb daar geen oordeel op. Liever heb ik dat je naar een tuincentrum gaat wat, ja, dan al snel niet valt onder een centrum. Maar naar een plantenkweker die het echt vanuit zijn hart en ziel planten kweekt. Zonder natuurlijk daarbij gifstoffen te gebruiken. Bijvoorbeeld, ja. En ja, gericht op het natuurlijk tuinieren. En hoe je dat op een natuurvriendelijke manier kunt doen. En je kunt echt, ja, heel veel eetbaar aanplanten in je tuin. En ja, experimenteren is ook een van de onderwerpen binnen de academie. Waar experimenteer je dit jaar eens mee? He, dus er is niet één manier om het te doen. Maar heel veel verschillende manieren om tot jouw eigen eetbare paradijs te komen. En dat wil ik aanmoedigen. En er is veel meer eetbaar dan we zo op het eerste gezicht denken, toch? Nou, dat klopt. Ja, er is ons verteld van vroeger uit, ik zelf ook. Vroeger dacht ik zelfs dat goudsbloemen niet eetbaar waren, maar die zijn echt super geneeskrachtig. En lekker. Heel gezond voor de tuin. Mooi om je salade mee op te fleuren, die bloemblaadjes. En nou, zo zijn er eigenlijk veel meer, heel veel bloemen zijn er eetbaar. Heel veel blad is er eetbaar. Ja, van de akkerkool heb ik net van jou geleerd. Ja, klopt. Daar ben ik blij mee, dankjewel, want mijn tuin staat er vol mee. Nou, en kijk, als je vooral dat jonge blad is heel lekker en komt eigenlijk in je tuin als een van de eerste dingen, komt dat op in het jaar. Nou, niet als een van de eerste, maar het is wel nog voordat de slaapplantjes eigenlijk tot wasdom kunnen komen, is die akkerkool, heeft het al, en je wil niet dat het doorschiet en de overhand krijgt in je tuin. Dus kun je het in een jong stadium, kun je het eten als salade. En dan, en dat smaakt echt heel lekker. Ja. Ja, en ook als je bietjes kweekt of zo, dan kun je ook gewoon het blad eten, hè? Hou je daar ook mee bezig met dat soort simpele tips? Ja, als dat langskomt, dat zijn wel, ja, je kunt ook het blad eten, zeker. Ja, wil je dat het bietje een mooie, volle biet wordt, dan
kun je best een blaadje ervan eten, maar zou ik niet al het blad wegeten. Dan kun je beter snijbiet nemen, die echt is gekweekt op het blad. En ja, die geeft dan zoveel blad dat je daar bijna niet tegenaan kunt eten. Dus dan zou ik de kennis die je hebt over de verschillende plantsoorten die eetbaar zijn, dat maakt het hoe gevarieerd je palet eigenlijk is in de keuken. En ja, dat van de supermarkt is gewoon maar heel beperkt eigenlijk. Dus op het moment dat je aan de slag gaat met je eigen eetbare tuin, met inheemse planten die te eten zijn, die misschien wel worden gezien als onkruid vroeger, maar als je daar dus een... Het is ook een mindsetverandering eigenlijk, hè? Het is... Onkruid bestaat niet, zeg ik altijd maar. Onkruid bestaat niet, terwijl je wil ook niet dat het de overhand neemt. Dus je moet ervoor kiezen om te oogsten en te wieden en te oogsten op het juiste moment, zodat het niet de overhand krijgt. En dan heb je ook weer in de keuken word je dan veel creatiever. Omdat het allemaal planten die je eerst niet in de winkel kocht, zeg maar, en dan nu ineens in je keuken zijn. En dan ze van, oh, maar wat ga ik er dan nu weer mee doen? En dan komt ook dat experimenteren komt dan weer te pas. Dus dit soort dingen laat ik dan ook zien in de academie. Heel lekker recept van meldenzaadburgers. Meldenzaadburgers? Ja. En, melden? Melden. Nou, dat is echt... Eten. Ja, zeker. Zeker, ja. Ik eet nog de helft van mijn tuin niet, geloof ik. En ik heb ook een, die heb ik ook in de tuin staan, laat ik zo wel zien. Dat is een melde magenta. En die geeft, ja, je kunt hem ook, wordt hij wel eens de make-up plant genoemd. Omdat hij een hele mooie rode stof afgeeft. En die kun je dus, een beetje lippen of blush, zo. Serieus? Of, hè? Ja. Kun je opmaken met de planten. Ja, kun je je opmaken. Dus nou, dat geeft gewoon ook heel veel plezier dan in de tuin. Hè. Daar gaat het vooral om. Dat je weer ontdekt hoe leuk het is om in je tuin bezig te gaan. En een deel van de natuur te zijn waar je in werkt en loopt en zit. Ja, precies. Hè. Daar gaat het natuurlijk uiteindelijk om. Want hè, wat ik al zei, eetbaar paradijs is een vorm. Maar hoe ben ik hier gekomen om in een eetbaar paradijs te leven? Nou, daar heb ik echt wel wat stapjes voor moeten nemen. Want ik heb eerst in de stad gewoond. Ik ben niet opgegroeid in de stad. Maar ik ben in de stad gaan wonen toen ik ging studeren. En langzaamaan merkte ik dat ik eigenlijk heel erg overprikkeld was. Dus ben ik op zoek gegaan naar een plek waar ik meer in de natuur kon leven en meer op een zelfvoorzienende manier. En dat is hoe ik mijn leven vormgeef. Dat ik, ja, hier in dit bos verblijven we nu, 13 jaar. Ja, en onze dochter is net 12 geworden. En wij zitten hier niet op de nutsvoorzieningen aangesloten. Dus we werken met regenwater, drinkwater op dit moment gaan we halen. We hebben een composttoilet. We proberen zoveel mogelijk onze eigen kringloop in gang te zetten. Off the grid leven. En dan off the grid wonen we met zonnepanelen. En wil ik zo nog even op doorgaan. Wil ik even terug naar de planten. Ja. Want je bent ook recent actief geworden met informatie verstrekken over plantengildes. Ja. Kun je daar iets meer over vertellen? Ik heb daar zelf ook wel ideetjes over, maar jij weet daar veel meer van. Nou, de plantengildes is eigenlijk een principe waarbij je meerdere plantlagen bij elkaar gebruikt, zodat je niet een monocultuur hebt, maar een polycultuur. Dus meerdere plantsoorten bij elkaar. En als je een boom hebt, dan is dat de kruinlaag, dan heb je de lage boomlaag, dan heb je de struiklaag, dan heb je de kruidlaag. Dan heb je ook nog weer hoge en lage kruidlaag. Dan heb je nog de bodembedekkers, de wortel. En
door die verschillende plantlagen bij elkaar te gebruiken, creëer je een plantgilde. He, er wordt vaak gezegd onder een notenboom, daar kan niks groeien. Maar dat is dus niet helemaal waar. Alleen, er zijn bepaalde planten die daar dus wel onder kunnen groeien. En daarvoor heb ik nu samen met Bowie ben ik de voedselbosmodule. Bowie is mijn buurman hier. En hij is helemaal into het voedselbos. En samen met hem ben ik een voedselbosmodule aan het ontwikkelen. Waarbij we dus die verschillende plantgildes ook langs laten komen. Zodat je leert eigenlijk welke verschillende plantlagen en verschillende planten erbij willen aangeplant willen worden met elkaar. Even doorvragen over de volkstuincultuur, nog niet zo lang geleden. Dat was echt nog van wiede, zwarte aarde. En dan had je desnoods bloemkolen met kunstmest of zo. Ik ga maar even heel ver. En dan was het bloemkool. En dan ging je weer opnieuw wieden en de aarde kaal maken. En dan zet je het volgende plantje in. Maar met een plantgilde, dan hoef je op een gegeven moment volgens mij bijna niks meer te doen als het één keer staat. Of zie ik dat verkeerd? Ja, het zijn twee verschillende manieren van tuinieren eigenlijk. Waarbij je bij een plantgilde werk je met vaste planten. En bij een moestuin werk je veelal met eenjarige planten of tweejarige planten. Dus dat is wel echt een verschil. De moestuincultuur die nu heel erg aan het opkomen is. En wij hebben ook een gemeenschappelijke moestuin. En eigenlijk gaat het continu om de aarde gezonder te maken en meer leven erin. Meer schimmelcultuur, meer bacteriëncultuur en de bodemgesteldheid eigenlijk gezonder maken. Door dus die compost te gebruiken, maar ja, en daarmee je bodem te verrijken. En ook permacultuur is er dus onderdeel van, denk ik. Ja, daarbij leggen we ook mulch op de aarde, zodat de bodem niet te snel uitdroogt, maar ook weer waardoor er genoeg organisch materiaal inkomt, zodat ook weer het bodemleven gestimuleerd wordt. Eigenlijk draait alles, en dat is bij die plantgildes ook, om een gezonde bodem. Dat is waar we ons op mogen richten, waar ik ook binnen Eetbaar Paradijs een hoofdstuk natuurlijk aan wijd, om hoe doe je dat dan? Je bodem gezonder maken. Nou, een van de manieren is mulchen. Maar ja, als het zo'n slakkenjaar is, als het afgelopen jaar. Als je dan gaat slakken. Als je gaat slakken. Ja, precies. Als je dan gaat mulchen, dan ben je eigenlijk slakken aan het kweken. Ja. Dus daarin wil je ook wel weten wat je aan het doen bent. Nou, dus daar maak ik dan ook weer filmpjes over. Wanneer ben je nou eigenlijk meebewegen? Het gaat ook om meebewegen met de natuur, als ik jou goed hoor. Ja. Nou, dit is een hele goeie dat je dat zegt eigenlijk. En dat is iets, ja, ook afgelopen 1 december is ons huis afgebrand. Ja, en ik hoor van mensen, wauw, wat ben je veerkrachtig. En wat zijn jullie veerkrachtig. En daar ben ik over na gaan denken. Van ja, hoe komt dat dan dat ik me inderdaad zo veerkrachtig voel? En ik geloof echt, omdat wij leven in de natuur en samen met de natuur is ook zo veerkrachtig. En ik laaf mij aan de natuur. Ik ben onderdeel van de natuur. En ik geloof echt dat dat ook mijzelf en ons gezin zo veerkrachtig maakt. En ja, dat is meebewegen. Daardoor kwam ik erop. Dat is dat stukje meebewegen met de natuur. Dus het is niet per definitie altijd mulchen. Dat is organisch materiaal opbrengen op de aarde. Maar weten wanneer je moet mulchen eigenlijk. Zou het ook een manier zijn om iets van plantengildes te bedenken in een moestuin? Heb je daar wel eens over nagedacht? Ja,
Ja, zeker. En nou, daar is een hele mooie permacultuurchart is daarvoor. Dus een overzicht. En daar ben ik nog mee bezig om die te vertalen helemaal. Want Eetbaar Paradijs Academie, ik heb weliswaar... Hè, als je lid wordt van Eetbaar Paradijs, dan word je een paradijsvogel. En iedereen op zijn eigen manier en op zijn... Iedereen heeft zijn eigen vlucht. Iedereen heeft een ander beginpunt. En het mooiste is als we met z'n allen kunnen vliegen en dat we kunnen leren van elkaar. En dat gebeurt ook heel vaak. En dat vind ik ook heel gaaf. Dat ik, ja, ik ga één keer in de maand ga ik live. En dan zijn er altijd mensen die ook weer hun stuk delen waar ook weer andere mensen van leren. En ik heb leden uit, nou ja, uit de hele wereld inmiddels. Dat is echt heel gaaf. Even denken hoor. Ja, hier Europa al. Scandinavië, en Ierland. Zuid-Afrika ook, zei je laatst. En Zuid-Afrika. Ja. Ja. En, maar ik doe alles in het Nederlands. En die informatie, al mijn informatie die ik deel, wil ik ook in het Nederlands verstrekken. En die permacultuur chart met planten die eigenlijk, ja, dan noem je het meer combinatieteelt. Oh, dat is het en, eigenlijk, ja. Ja, waar wat ik nu aan het doen ben op de moestuin, dat is een permacultuur moestuin. Een deel hebben we dan mengcultuur. En een deel, dat zijn de verschillende rijtjes van planten die elkaar dan stimuleren. Daarnaast hebben we ook een stuk wisselteelt. Omdat, ja, het is natuurlijk niet handig om hier een bietje te hebben. Om daar een wortel te hebben. Om, hè, je wil ook wel... Een beetje perkvorming. Daarom, hè, je wil ook wel zo van, oké, ik wil een bietje. Of ik wil vanavond bietjes eten, eventjes. Of wat is er klaar in de moestuin? Oh, hier is een bietje. Maar dan heb je aan één bietje voor een gezin natuurlijk niet genoeg. Dus dan wil je meerdere bietjes. Dus dan is het wel prettig als je gewoon naar een plek toe kan lopen waarvan je weet dat de bietjes groeien. Daarnaast is de vele verschillende eetbare planten die niet per se de moestuin gewassen zijn, dat is de aanvulling op de maaltijd. Dus ik heb... Zoals de Oost-Indische kerstmis, een prachtige bloem die je gewoon zo kunt opeten. Ja. En dus als versiering kan gebruiken. En de peper gezond, weglaat op tafel. Ja, en heel gezond, hè, want die is antibacterieel. Dus op die manier, hè, waar ik het al, wat ik al zei, is dat palet wordt dan heel breed. En daar word je creatiever van. En veel creatiever. Ik zoek nog steeds naar iets wat ik een heel mooi iets vind. Ik kom heel veel in de buurt van waar ik woon in een natuurpark aan de rand van de stad. En dan kom ik daar in de winter en dan komen eerst de sneeuwklokjes. En op diezelfde plek zie je als de sneeuwklokjes al bijna uitgebloeid zijn, zie je de daslook opkomen. Ja. En als die er bijna uitgebloeid is, komt de kievitsbloem al of iets anders. En dat zie je zo het hele jaar door. En dan staat het dus allemaal op één plek. Dat is toch ook een soort plantengilde? Ja. Hoe krijg je zoiets op de moestuin, denk ik dan? Daar ben ik constant over aan het nadenken. Dat lijkt me geweldig. Want dan hoef je niet meer zo hard te werken in de tuin. Ja, en dat heeft dus te maken met het gebruik maken van vaste planten. En door gebruik te maken van eetbare vaste planten, en daarvan heb je dus ook doorlevende moestuingewassen. Ja, die maken het dat je minder hard hoeft te werken in de tuin. Kijk, als je werkt met 1- en 2-jarige gewassen, dan ben je continu aan het zaaien. Maar als je het heel lekker vindt om bonen te eten, neem dan pronkbonen. Die zijn meerjarig. O ja? Ja! Nooit geweest, dankjewel. Ja. En, maar die wil je dus wel, net zoals dahlia knollen, wil je die uitgraven en die moeten overwinteren. Dus gewoon in zand, niet droog, niet nat. En dan zet je ze er het volgende jaar, zet je ze er weer in.
En dan groeien ze weer. Dus op die manier, maar dat is er dan eentje waar je wel werk aan hebt. Maar ik vind ook de snijbiet bijvoorbeeld. Ja. Dat is wel een eenjarig gewas, maar die zaait zichzelf heel makkelijk uit. En soms overwintert hij zelfs. En zo komt hij op, en soms overwintert hij. Dan gaat hij in bloei en dan sterft hij af. Dus dan is hij eigenlijk tweejarig. Dus dan overwintert hij wel. Maar dan laat hij zijn zaad vallen. En op het moment dat je dus meer in die tuin bezig gaat, ga je die snijbiet herkennen. Oh, dit is een snijbiet. En dan dit jaar staat hij hier en het volgende jaar staat hij daar. Maar dat maakt dus niet uit. Maar behalve dus, dan dat je niet al die bietjes wil lopen zoeken zoals je net als voorbeeld gaf. Dat klopt, maar zo'n snijbiet is dan een zelfuitzaaier. Dus als je hem op een specifieke plek wil hebben, kun je hem altijd even uitgraven en op een bepaalde plek neerzetten. Zodat je zeker weet van, oh ja, dit zetten. Staat nu dit jaar hier. Ja. En zo doen wij het op de. Zo doe ik het met calendula. Als ik goed naar je luister, ook, gaat het niet alleen om meebewegen, maar ook om echt aandacht te hebben bij wat je doet in je tuin. Zodat je je planten leert kennen. En ik heb dat bijvoorbeeld een keer had ik amarant gezaaid. En iedereen, oh, wat zijn dat mooie. Die grote rode pluimen op. Nou, dat bleek zich gigantisch uit te zaaien. Dus het hele moestuinencomplex van ons heeft dus allemaal amarant. Maar dat moet je wel herkennen voordat je het per ongeluk weggaat. Maar als je dat een keer gezien hebt, weet je dat. Het heeft een heel duidelijk soort combinatie van rood en groen blad. Aandacht, denk ik. Het is aandacht. En ja, ook voordat je heel rigoureus gaat snoeien, wil je een jaar je tuin geobserveerd hebben. Want ik heb nu laatst in een andere tuin gezien dat er iets heel rigoureus gesnoeid werd. Maar dat was een overheerlijke Japanse wijnbes. Ach, maar het is een invasieve exoot eigenlijk. Ja, terwijl hier in het bos doet hij het dus heel goed. En doet hij het beter dan bramen. En de springbalsemien doet het hier ook goed. Ook een invasieve exoot. Misschien moeten we niet zo bang meer zijn voor invasieve exoten, omdat alles verandert in de wereld. Ja, kijk. Dat, zo zie ik dat zelf ook. Want als ik hier niet reuze springbalsemien heb staan, dan dat is er wel eentje die het supergoed doet. En ik heb ook de inheemse springbalsemien staan. Heet dat weer klapkruid of zo? Ja, daar heb je natuurlijk heel veel verschillende namen voor. Maar klapkruid is een leuke, ja precies. En ja, de bijen en de hommels zijn er wel echt gek op. Dus het is er eentje waarvan ik denk van ja, moet ik die dan... Hij is ook helemaal eetbaar voor ons. En je wil hem natuurlijk wel op een bepaalde manier inperken. En tegelijkertijd, ja, hij is er. Je bedoelt de springbalsemien is ook eetbaar? Ja. 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 En ook de Japanse duizendknoop bijvoorbeeld. Dat was vroeger een delicatesse in Japan, heb ik me laten vertellen. Nou, daarom, die scheuten kun je eten. Dus op het moment dat je hem wil inperken, zorg je dat je weet waar die staat. En dan ga je die scheuten, ga je oogsten. Hè, dus het is een beetje als een rabarber. Hij is een beetje zuur. Dus. Voor we nu heel erg als tuinders onder elkaar de details gaan uitwisselen. Ja, dat is denk ik niet. Kijk. Even terug naar jouw levensstijl. Want ik weet dat je een droom hebt. Ja. En je bent hier dus bezig met je eigen mini paradijs. En zo off the grid mogelijk leven. En na de brand in het huis wordt er een prachtig nieuw huis gebouwd. Met allemaal recycled materialen. Maar ik wou nog eventjes horen, wat is je eigenlijke droom nog? Ja, wij willen het liefst met een club mensen op een plek wonen waar we echt een levend dorp kunnen bouwen. En dat we net zoals deze manier hoe we hier nu bouwen, een leuk, gezellige gemeenschap kunnen bouwen waarbij je wel allemaal je eigen plekje hebt, maar waarbij je ook samen de tuin doet, samen de dieren doet. En sommige mensen hebben meer affiniteit met de tuin, sommige meer met dieren, sommige meer met bouw. En zo kun je niet zelfvoorzienend, maar dan ben je samenvoorzienend. En dat
is eigenlijk het ideaal? Zodat we kunnen... Ja, in het Engels is de term homestead. Dat je eigenlijk heel zelfvoorzienend... een jaar rond op de plek kunt zijn. En daarnaast zal er ongetwijfeld wel wat geld nodig zijn... om ook je koffie te kopen. Als je koffie wil drinken. Hè. Daar zijn hele leuke dus alternatieven leven voor. Of the grid, maar toch af en toe in het systeem een klein baantje. Uiteindelijk, ja. Kijk, ik heb hier, leef ik ook off-grid. Maar ik heb natuurlijk ook gewoon... sta ik midden in de maatschappij met mijn online academie. Hè. En ik vind het heel leuk om... mensen die stap te laten maken om meer zelfvoorzienendheid in je leven te brengen. Dus met je tuin. Maar ik ken ook een gezin en die heeft gewoon een composttoilet ook bij hun huurhuisje erbij aangemaakt. Hè? Regenwateropvang, een hele belangrijke. En ja, je kunt in je tuin... ook bij een huurhuis al, ja, zal de woningbouwvereniging daar niet zo heel blij mee zijn. Kun jij nog honderden filmpjes maken voor je academie? Nou ja, maar je kunt dus die regenwater kun je gewoon afkoppelen en in je tuin laten stromen, zodat het niet het riool in hoeft. Want dat is natuurlijk eeuwig zonde, dat je goed water... Ja. We snappen hem. We gaan het een beetje afronden, Katelijn. Want dat is, wij kunnen hier nog uren over doorgaan, maar Klopt. Dan wordt de film zo lang en dat is ook weer niet leuk. Nee. Als je meer wil weten, ga gewoon naar eetbaarparadijs.nl. En ik hoop dat je droom van het levende dorp maakt. Of zou je wel lukken, want je bent een doorzetter. Ja, zeker. Ja. Hey, dankjewel. Dankjewel.